alleen met de spijkerbed. Ja, ik ben heel sterk. 'S Morgens eet ik een pot punaises. 'S Middags eet ik vuur. En 's avonds slik ik een degen in. En nu ga ik even lekker liggen op mijn bedje. Daar gaat ie. Hoppakee, hoppakee. Ah, wat vind ik lekker zeg. Wat een lekker bedje. Nog even op mijn ruggetje. Lekker slapen, hè? Spekkertjes. Nog even met mijn gezicht eroverheen, hè? Jongen, zeg, zie je dat? Die man gaat zomaar op hele scherpe... Au, 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 dit is heel scherp. Meneer, hoe kunt u dat doen, zeg? Wat een scherpe spijkers. Kijk, Jojo. Nou, daar ga ik niet op liggen, hoor. Ja, maar Abe, je moet gewoon voor één keertje een beetje flink zijn. Dan kan je ook geld verdienen. Kom op. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik niet doen, hoor. Echt niet. Nee, je gaat gewoon liggen. Er is toch niks aan. Zo, eentje van je... Kijk nou eens. Hij is helemaal lekker geprikt, zie je dat? Oh. En jij hebt ook een spijkerbroek moeten aantrekken, jongen. Nou, meneer, neem dat gevaarlijke ding maar niet mee. Ja, zwakke schepsels, ik ga er maar weer vandoor. Oh, jongens, kijk eens. Oh, ik breng die wel even naar je bed en dan zal ik wat pleisters op je pillen plakken, hè. Kijk, er komt iemand aan van de schulden. Oh, gauw, je moet er weg. Hebben jullie Arden niet gezien? Ik hoorde hem duidelijk. Hebben jullie Arden gezien? Waar dan? Ja! Oh, dat is de soldaat van de sultan. Ik hoorde hem duidelijk. Oh, hij staat. Ik ga hem gauw stoppen. Waar is hij gebleven? Waarom zeg je nu Arden even waar hij is? Ik zeg het, Oh, hij is weggelopen. Genade, meneer Alibi, genade. Nee, geen genade. Je bent erbij, Aladdin. En ik zal je in de gevangenis gooien. En dan ben je er geweest. Nee, ik wil niet naar de gevangenis. Ik wil het niet. Jawel, je moet naar de gevangenis. Ja. Wie deed dat van jullie? Nee. Dat deden jullie, hè? Nee. Jullie deden dat, hè? Dat mag niet, hoor. Even aan.
Jojo. Hij is toch werkelijk niet normaal. Heb je dat gehoord, zeg? Onze lieve prinses Flavia is meegenomen door een geest. Ja. En is ze toch zomaar kwijt? Ze is ontvoerd door een boze geest. En degene die haar terugvindt, die mag met haar trouwen. Ja, kinderen. Ik heb een keertje gedroomd dat ik met haar zou trouwen. Wist je dat, Jojo? Maar ja, dromen zijn er toch? Nee. Als die prinses jou ziet, dan vindt ze vast een aardig man. En dan zal ze vast met haar man jou trouwen. Jongen, ik heb een idee. Ik heb een idee. Moet je luisteren. Weet je wat ik ga doen? Ik ga die prinses zoeken. Ik heb toch geen werk. En als ik haar vind, ga ik met haar trouwen. Dat is een goed idee, hè? Geweldig idee, Jona. Ja. Aladdin, maar moet je horen? Dan ga ik natuurlijk wel met je mee, want ik ben je beste vriend. En ik moet je meehelpen met zoeken, toch? Nee, dat kan niet. Want als we de prinses vinden, dan moeten we de buit in twee stukjes knippen. En dan is de prinses helemaal door midden. Dat kan niet, hoor. Nee, weet je wat? Ik ga in mijn eentje en jij mag voor me duimen. Ik ga direct op pad. Jongens, tot ziens, hè? Ja. Succes, Aladdin. Ja, succes. Dank je. Ja, oké, dag. Jongen, dan gaat hij toch helemaal in. Weet je wat, kinderen? Ik maak me heel veel zorgen, hè? En als ik nou gewoon zijn voetsporen volg en ik ga zachtjes stiekem achter hem aan, dan kan ik opletten of er gevaar is. En misschien willen jullie dan ook wel heel zachtjes meekomen, maar niet lawaai maken, want dan merkt hij het, hè?